Naast de besproken inhoudelijke aspecten bevat het stikstofdecreet ook een aantal procedurele bepalingen die van belang zijn voor het verloop van een vergunningsprocedure. Het stikstofdecreet is zowel op nieuwe als op lopende omgevingsvergunningsaanvragen van toepassing. Om de toepassing van de besproken beoordelingskaders in een lopend dossier mogelijk te maken, is voorzien in een extra verlengingsmogelijkheid van een lopende procedure naast de in het omgevingsvergunningsdecreet reeds bestaande verlengingsmogelijkheden. Dus als de bevoegde overheid dit nuttig vindt voor de toepassing van de beoordelingskaders, kan ze de beslissingstermijn van een lopend dossier bijkomend verlengen met 60 dagen als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is en met 120 dagen als wel advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. Het stikstofdecreet voorziet daarbij expliciet dat een nieuwe adviesvraag aan adviesinstanties en de omgevingsvergunningscommissie mogelijk is. Als het nodig is, zal ook een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden. Er zijn ook een aantal aanpassingen aan het omgevingsvergunningsdecreet voorzien, specifiek voor de behandeling van dossiers in administratief beroep. Dus dit is niet alleen relevant voor de dossiers met stikstofuitstoot, maar aangezien de aanpassingen doorgevoerd worden in het omgevingsvergunningsdecreet, gelden deze voor alle omgevingsvergunningsprocedures. De aanpassingen omvatten op zich geen wijziging van hoe de decreetgever de beroepsprocedure opgevat had in het omgevingsvergunningsdecreet, maar door interpretaties in bepaalde rechtszaken was over de gewenste toepassing onzekerheid ontstaan. Door een aantal verduidelijkingen decretaal vast te leggen, wil de decreetgever die onzekerheden nu wegwerken en blijven inzetten op een oplossingsgerichte vergunningsprocedure. Het omgevingsvergunningsdecreet voorzag al dat in beroep wijzigingen aan de aanvraag kunnen worden aangebracht. Daar wordt nu uitdrukkelijk bij opgenomen in het decreet dat gegevens aan het aanvraagdossier kunnen worden toegevoegd of gegevens van het aanvraagdossier kunnen worden gewijzigd. Zo is het duidelijk dat waar nodig de passende beoordeling of de projectmer screening in beroep kan worden toegevoegd of aangepast. Er wordt nu ook uitdrukkelijk bepaald dat de bevoegde overheid in beroep de administratieve lus kan toepassen om onregelmatigheden begaan door de bevoegde overheid in eerste aanleg te herstellen. Ook artikel 63 van het omgevingsvergunningsdecreet wordt in dezelfde zin verduidelijkt. Er was al bepaald dat de overheid in beroep de vergunningsaanvraag in haar totaliteit onderzoekt. Daar wordt nu uitdrukkelijk aan toegevoegd dat dit ook betekent dat de bevoegde overheid in beroep de ontvankelijkheid en volledigheid van het aanvraagdossier en de projectmerscreening opnieuw kan beoordelen. En ze kan vragen of toestaan dat de indiener van het aanvraagdossier onvolledigheden herstelt. Artikel 19, tweede lid 20 en 21 zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. Dus deze artikelen hebben betrekking op het opvragen van ontbrekende gegevens en het nemen van een beslissing over de projectmerscreening. Door deze procedurele verduidelijkingen wordt bevestigd dat ook lopende dossiers in beroep aangepast kunnen worden om een gunstige beoordeling onder de nieuwe beoordelingskaders mogelijk te maken. Ik geef nu het woord aan een collega van de Vlaamse Landmaatschappij voor het volgende onderdeel.